Je ziet hierin ook zo duidelijk de trend tussen ondernemers die er wel en niet komen. Dat zijn altijd mensen die de sales ook kunnen. Die altijd hun eigen product of dienst zelf hebben verkocht. Zelf aan de man hebben gebracht. Dat is altijd zo. Er is geen één grote jongen in dit speelveld die een paar miljoen op de bank heeft staan die niet zijn eigen product kan verkopen. Okay? Die niet de marketing op enig moment zou hebben gedaan. Daar begint het. En de fout die ik veel gemaakt zie worden is dat ondernemers een soort van, meestal is het niet eens waar, maar zichzelf voorliegen en al bij voorbaat besluiten dat ze dat niet leuk vinden en dat ze dat wel uit zullen besteden. Zo werkt het niet. Dan leef je echt als een struisvogel met je kop in het zand. Want dat is niet realistisch. Want wat jij dan eigenlijk zegt is, nee, iemand anders die de skill heeft om iets te verkopen, die moet zijn zeer beperkte waardevolle levensuren gaan spenderen om mijn ding te gaan verkopen. Okay? En de opbrengsten daarvoor die zijn dan voor mij. En zelf moet hij vrede hebben met een salarisje.